Zometeen in DBC Nieuws van woensdag 18 april. Aandacht voor de staking in het onderwijs en de voortgang omtrent een nieuw college van BMW. En daarnaast dient het voorjaar zich aan, tijdens de bijen- en plantjesmarkt en omdat de koeien weer in de wei mogen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Oosterhof Bokstel, Slagerij Willy Berens Liemde, Iris Kappers, de specialist in haarwerken Bokstel, Albert Heijn Bokstel, Natasha Fashion Bokstel, Bakkerij van Eindhoven Liemde, Plus van der Horst Bokstel en Tiga Health and Beauty Bokstel. Overal in het land gaan leerkrachten uit het basisonderwijs de straat op. Ze vragen aandacht voor de verlaging van de werkdruk en meer salaris. Vrijdag werd ook in Bokstel actie gevoerd. Zo'n 80 demonstranten van het comité Primair Onderwijs Bokstel in actie trokken over de weekmarkt naar het gemeentehuis. Daar namen loco-burgemeester Peter van der Wiel en onderwijswethouder Maruska Lestrade een manifest met handtekeningen in ontvangst. Ja, nou dat lijkt me duidelijk hè. De werkdruk in het onderwijs is zo groot. Ten eerste heel veel administratieve zaken, heel erg veel. Veel meer grotere zorgkinderen, veel meer overleggen. De zwaarte van de klasse inderdaad neemt toe. Jullie protesteren nu wel, maar jullie hebben zoveel vakanties. Hoe kan het zijn dat die werkdruk zo groot is? Nou, dat is heel simpel. In een week maken wij al meer uren dan een gemiddelde werknemer. En dat wordt natuurlijk gecompenseerd al in de vakanties. Daarnaast zijn er erg veel pieken in het onderwijs. En het dagelijkse werkdruk is gewoon heel erg groot. Ja, ik vind het wel een goede ding, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik de zorg, het geld naar de zorg, belangrijker vind. Een beetje tam. Net tegen mijn maat. Ik heb uit de media begrepen dat de minister een paar miljoen heeft losgelaten, gelabeld geld om de salarisstructuur te verbeteren. Maar het schijnt ergens in de organisatie, schoolorganisaties, dan verdwenen te zijn. En dan denk ik, waar staken we nou voor? En als ze aandacht willen hebben op een probleem, dan kunnen ze zondagochtend ook doen, denk ik. Of zaterdag. Maar ze ontnemen nou kinderen een hele dag onderwijs. En dat vind ik persoonlijk kwalijk. Dus welkom aan alle leraren die werken in Bokstel of wonen in Bokstel en elders werken. Welkom aan de sympathisanten die er zijn. Welkom ook aan onze twee wethouders. Maruska, heel erg fijn dat je bent, wethouder van onderwijs. Hè? En Peter van der Wiel, hallo, ook welkom. Ik hoop dat jullie samen deze aan willen nemen. Ik geloof zelfs dat we hem mooi in een mapje hebben. Klopt dat? Oh, nou, dan geef ik deze aan. Het manifest, inclusief alle handtekeningen van alle aanwezige leraren. Ik zal deze doen, hem zo. Ja? Oh, ik vind, uiteraard sluiten wij ons aan bij de roep om werkdrukverlaging. En we snappen ook de vraag om meer geld voor het onderwijs. Ik moet zeggen, ik ben er heel trots op, maar ik ondersteun jullie heel graag in wat jullie lokaal willen en wat wij daaraan kunnen toevoegen. Dat zullen we niet laten. Maar inderdaad, de vragen die gesteld worden, moeten naar het landelijke. Ja, indrukwekkend. Het laat zien hoe betrokken de leerkrachten zijn bij het onderwijs en bij de noodzaak om bepaalde onderwerpen in het onderwijs aan te pakken, zoals werkdrukverlaging en meer geld voor de salarissen. Dus, prima. Staat u daar zelf ook achter? Jazeker, alhoewel ik ook wel denk dat een aantal dingen die met werkdruk te maken hebben ook door verstandig management ook opgelost kunnen worden. Want er worden heel veel dingen gedaan in het onderwijs die misschien niet direct nodig is, maar door grote toewijding wel gedaan worden. Dus je kunt daar ook in wieden, zal ik maar zeggen, maar in zijn algemeenheid is de werkdruk enorm groot. Ik heb heel veel bewondering voor mensen in het onderwijs, ja. Ruim 3 jaar nadat Leni van Kronenburg het idee opende tijdens de Boksel Oostdag, is de hondenspeelweide bij Hoogheem in gebruik genomen. Samen met welzijnsorganisatie Contour de Twern werd het plan uitgevoerd. Wethouder Maruska Lestrade opende zaterdag de speelweide voor de trouwe viervoeters van de Bokselse flatbewoners.
De voorziening moet bijdragen aan een betere leefomgeving. Voorheen mochten de honden alleen aangelijnd worden uitgelaten. Voortaan kunnen ze lekker ravotten op het omheinde perceel tussen de boogschutter, schorpioen en waterman. In de volksmond nog altijd de flats 3, 4 en 5. Aan hun kwispelende staarten en opgewonden geblaf was te merken dat de honden van de buurtbewoners in hun nopjes zijn met de nieuwe voorziening. Die is tussen 's ochtends 9 en 's avonds 9 uur toegankelijk. Ja, dan gaan we over naar de politiek. Ja, je zou denken dat het niet veel tijd kost voor de oude coalitie om een nieuw bestuursakkoord te sluiten. Combinatie 95, SP, D66 en Inbox hebben immers hun meerderheid van 13 zetels in de Bokselse gemeenteraad behouden. Bovendien zijn de vier wethouders van deze partijen beschikbaar voor een nieuw ambtstermijn. Toch neemt formateur Peter van der Wiel de tijd. Hij verwacht het nieuwe college van burgemeester en wethouders niet eerder dan op 5 juni te kunnen presenteren. We gaan eens even ons oor te luisteren leggen wat Peter van der Wiel hierover te zeggen heeft. Hebben jullie ook overwogen om andere partijen nog in te schakelen? Nou, we hebben eerst gekeken of dat we gewoon een constructieve coalitie kunnen vormen. En dat willen we doen op basis van de vier partijen die de huidige coalitie ook vormen. Ik denk niet dat het verstandig is om die coalitie te groot te worden, want dan zullen we ook naar naar 5 of naar 6 wethouders moeten. Ik denk niet dat dat een verstandige keuze is. Jullie hebben natuurlijk in de afgelopen tijd ook over inhoudelijke punten gesproken, nieuwe punten, bestaande punten. Ja, wat zijn een aantal nieuwe punten? Ja, ik denk dat je zult begrijpen dat dat een beetje voorbarig is om dat nu aan te zeggen. Wij zijn daar gewoon druk over in gesprek. En ik denk ook dat het fatsoenlijk is om dat eerst even af te ronden en dan naar buiten te komen met wat de uitkomst is. Maar wanneer is nou eigenlijk de coalitie definitief? Definitief is op het moment dat het beleidsplan vastgesteld wordt door de gemeenteraad. Dus wij hopen dat op 5 juni definitief te hebben. En dat is ook het moment dat dan het nieuwe college beëdigd gaat worden. 5 juni is datgene wat wij op dit moment in onze gedachten hebben. Je hebt nu een afgelopen periode met een aantal gedoogpartners gewerkt. Hoe is dat bevallen? Dat is goed bevallen. Ja, nou, het is belangrijk dat je een gemeente bestuurt met zo breed mogelijk draagvlak. Dus dat proberen we zeker ook te doen op 8 mei door dat programma breder te maken dan een programma alleen van de vier partijen. Maar dat is ook heel belangrijk en daarom is het een terechte vraag die je stelt in de 4 jaren daarna. Dus wij zullen zeker ook weer de uitnodiging doen naar andere partijen om zaken te gedogen. En we zullen in die periode tussen 8 mei en 5 juni zeker ook gaan informeren bij andere partijen of dat ze dus bijvoorbeeld in een gedoogconstructie mee verder willen gaan. Heb je de indruk of daar op dit moment partijen voor openstaan? Nou, ik weet niet hoe dat de situatie op dit moment is. Dat moeten we natuurlijk ook respecteren, dat die partijen dat ze zelf intern eerst zullen moeten bespreken en bekijken. En nou, ik vind dat een taak van die partijen en ik wil dat gewoon in feite nog even afwachten. Niet minder dan 45 jaar op rij markeert de bijen- en plantjesmarkt van imkersvereniging Sint Ambrosius het begin van het voorjaar. Rondom bijenhal het raadhuis in Wandelpark Molenwijk was het zondag, mede vanwege het zachte lenteweer, een drukte van belang. Bezoekers kregen onder meer uitleg over het werk van de bijenhouders. Uiteraard waren er uiteenlopende producten te koop die voortvloeien uit de imkerij. Potten met overheerlijke honing vonden gretig aftrek. Ook zelf kaarsen maken van bijenwas bleek populair. Muzikanten van de Boksel City Band zorgden ondertussen voor gezelligheid op het terras. Bijen zijn afhankelijk van bloemrijk groen. En dus werden tal van opgekweekte planten en kruiden verkocht. Bovendien was er de zadotheek. Daar kunnen mensen met groene vingers de zaden van hun planten uit hun eigen tuin uitwisselen met die van andere tuiniers. Zodat er uiteindelijk nog meer bloemen komen voor de bijen. Stichting Met Je Hart trakteert alleenstaande ouderen regelmatig op leuke uitjes. Het bezoek aan Museum Fekemans zorgde vorige week bij velen voor een korte terugkeer naar hun jeugd. Dat ondervond de 11-jarige Marit Schultz van basisschool De Spelenlier. Ze ging als gastreporter van DBC Nieuws mee op pad. De rijke collectie historische voorwerpen van het Was- en Strijkmuseum sprak tot de verbeelding. Net als de verzameling Poffers. Dat zijn uitbundige mutsen waarmee rijke Brabantse boerinnen in vroegere dagen pronkten. Het uitstapje werd afgesloten met een heerlijke lunch in een modezaak aan de Rozemarijnstraat. Bij
ben een tikkie onverschillig, maar dat zit me in het bloed. Hoi, ik ben Marit, ik ben 11 jaar. Ik zit op de speellier. Ik ga vandaag de mensen interviewen. Kom maar mee. Zelf toch in de hand. Wij vonden het een hele leuk idee om namens de winkel jullie uit te nodigen voor een leuk uitstapje. En dat is dus het museum geworden vandaag. Ik vind het belangrijk om je te realiseren dat niet alles altijd zomaar normaal hoeft te zijn. Dus in dit geval zet ik me in voor kwetsbare ouderen. Ouderen die eenzaam zijn. Wat ik heel erg belangrijk vind. Zorgen dat die mensen niet alleen thuis blijven. Maar ook andere mensen weer kunnen ontmoeten. De eerste. Ziet u het strijkijzer wat u vroeger ook thuis had? Ja. Ik heb vroeger, ben ik begonnen met een strijkijzertje, zo'n platte, die ik dan op de kachel gelegd werd. En dan werd die van onder verwarmd en daar kon je dan mee strijken. Wat vindt u van het museum tot nu toe? Ik vind het een prachtig museum. Wat vindt u dan zo mooi? Nou, het is de geschiedenis van onze voorouders, hoe die gewoond hebben, hoe die gewerkt hebben, wat ze gedragen hebben. En dan behoor ik toch nog tot de ouderen, want ik ben 97, dus ik weet nog veel. Maar de jongeren, die weten er helemaal niks meer van. Had u vroeger ook zo'n hoedje op? Nee. Dit was het uitje van Mechtjard. Ik vond het leuk, ik hoop dat u het ook leuk vond. Leden van de Viper Club Benelux verzamelden zondagochtend bij eetcafé De Oude Ketting aan de Bossenweg in Bokstel. Eigenaren van een Dodge of Chrysler Viper gingen vanaf daar op weg voor een toertocht door de meierij. De glimmende bolides zorgden op het parkeerterrein bij het chauffeursrestaurant voor tal van bewonderende blikken. Tja, we hadden het al eerder over het voorjaar en zeker nu deze week de temperaturen oplopen tot ruim boven de 20 graden, voelen we kriebels in de buik. Dat geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor tal van dieren. En wat te denken van deze dartelende koeien die weer voor het eerst in de wei mochten bij boerderij de Bokstelse buurtschap Luissel. Boswachter, jij bent de boer. Wat gaan ze doen? Gaan ze springen? Ik hoop het. Zover deze uitzending van DBC Nieuws. En wilt u ons nog eens terugkijken, dan kunt u ons ook vinden op YouTube of Facebook. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.